Nee, welkom bij Yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2017. Mijn naam is Victor en natuurlijk moeten we bij de Yes beginnen. Super tof dat je kijkt vandaag in een leuk scenario. En welke dat is, dat zie je natuurlijk na de intro. Hatsiki Day en welkom op Goes. Je gaat vandaag een Mat 64 ophalen op Vlissingen Oost. Deze heeft pech gehad en is nu gerepareerd en moet weer in dienst. Wacht even op de binnenkomende trein en vertrek naar het Sloegebied. Leonard, ja, het is natuurlijk een scenario van de one and only Jerome Vet. En dan moeten wij zo natuurlijk. Even kijken. Er moet een trein binnenkomen. Nou, sowieso als we naar het Sloegebied moeten, dan moeten we zo gaan natuurlijk. En dan denk ik dat hier zo de trein binnen gaat komen. Een Veerum. Verrassend, de Zeeuwse lijn in Veerum. Ja, ik zat dus door mijn scenario lijst heen te bladeren en vooral te kijken op de Zuidwest-Nederland lijn. Ik denk, daar hebben we eigenlijk als echte, ja, hebben we echt al super lang niet meer gereden. Dus vandaar dat ik dat vandaag weer eens ging doen. Dus we gaan even de dingen ophalen. Dan gaan wij een stukje terug, denk ik. En dan gaan wij de, wat was het? Mat 64 volgens mij. Gaan we dan weer terug in dienst zetten. Apart dat die daar wordt gemaakt. Maar ergens ook wel weer grappig natuurlijk. Kijk, hartstikke idee. We kunnen... Zo. En ik heb vandaag ook weer een aantal comments meegenomen. Ja, dat doe ik altijd eventjes om een geluid te checken voor de zekerheid. Zo. Hartstikke idee. En dan gaan we hier een wisseltje over nog. Even kijken. Ja, en ik vind het wel leuk een beetje van die gekoppelde trein af en toe. En dat is wat vaker gebruiken. En ja, dat bevalt me wel, moet ik zeggen. Dan gaan we nog eentje naar rechts. En dan kunnen we denk ik echt gas gaan geven. Zo. En het valt mij op dat ik erg rood ben op de camera. Ik weet niet, het lijkt of ergens op het licht, maar ik weet het niet. Maar in ieder geval, we gaan snel gas geven en door naar Vlissingen Oost. Waar daar gaan we de treinen ophalen. En ik heb ook een aantal comments vandaag meegenomen. En ik moet zeggen, als deze trein geen... wagons achter zich heeft, dan is die nog aardig snel, moet ik zeggen. Trekt aardig snel op nog. Nou ja, de comments heb ik vandaag mee van aflevering 172. Daar ging ik toevallig ook met een 6400 en de IC pakken. En dan is het gelijk de eerste comment van Bert van Munster. Die zegt, leuke aflevering Victor, maar jonge. Wat een crash zeg. Je had geel voor de wissel en je ging met 70 à 80 eroverheen. Denk niet dat een noodrem geholpen had, maar ik zie maar door mijn vingers omdat het driekwart al goed gedaan was. Ja, inderdaad. Dat vond ik wel goed. Tot de volgende aflevering. En dat hebben ook nog twee duimpjes omhoog gekregen, die reactie. En tuurlijk Bert, ik was het helemaal mee eens. Ik zat eerst nog te twijfelen van, hey, zal ik hem overnieuw doen? Maar ik dacht van, ja, inderdaad, het grootste deel is echt een super gezellige aflevering. Dus ik heb hem gewoon zo gehouden. Dan heb ik er hier nog eentje van... Gamen met Kian, nice. Dankjewel Kian voor jouw leuke comment weer natuurlijk. Dat zijn niet zo heel veel comments. Groot Jesse die zegt, kijk op trein.nl. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt, maar ik weet niet, ja. Ik kijk er wel eens op, maar ik weet niet wat ik er precies moet kijken. Daans video. Wil je een keer met de NSPTT MP3000 gaan rijden? Nou, dat heb ik volgens mij de vorige keer nog gedaan met Sinterklaas. Erik Kiesau, Den Helder, Alkmaar, Amsterdam Centraal, DDR 1700. Dankjewel Erik voor jouw comment. Renzo Persila, hey Victor, wil je een keer met de trein, met de train simulator, met de trax rijden? Ja, dat hebben we laatst ook nog gedaan. Dus speciaal voor jou. Dat was niet zo'n heel geweldig scenario, maar hij was wel leuk. En Sietsema, nice aflevering. Dankjewel en Sietsema. Daans video, straat hyena's zijn echt dom, Victor. Ik ben het helemaal met je eens. Mooi scenario. Ja, inderdaad.
Ik vind het belachelijk, eerlijk gezegd. Ik vind dat die video's... Dat noem ik ook geen video's, maar dat noem ik rotzooi. En dat vind ik eigenlijk dat dat niet op YouTube thuis hoort. Zo, en kijk eens even. Het gaat echt snel, jongens. Kijk, gaan we even hier zo staan. Eeuw. Prima. En hier is dus wel leuk. Dat is een mooi detail, moet ik zeggen, Jerome. Hier in het echt staat een soperij, dacht ik, hè? Vlakbij het vliegveld van Midden-Zeeland is een soperij. En dat is dit. Ja, dat is heel leuk gedetailleerd, moet ik zeggen. Andere kant hier een Mat 64. Die natuurlijk al een aardige tijd uit dienst zijn. Maar ja, volgens mij zijn de 6400 ook uit dienst. En ja, tuurlijk. Je moet het een beetje met een korreltje zout nemen, denk ik zo, hè. Zo. En mijn hoofd op de webcam lijkt heel erg op mijn oranje ding. Ik ben benieuwd als ik dit eraf haal. Zie je? Hoe super raar dat is. En ik heb hier in principe, ja, misschien dit. Nee, dat is het ook niet. Heel erg raar, moet ik zeggen. Nou ja, prima. Ik ben trouwens wel heel erg benieuwd hoe lang die Mat 64 is die wij moeten opslepen. Als dit hem is, ik denk dat dit hem is. 1, 2, 3, 4, 5 bakken, dan moet het een... oh zo, ja, ik snap hem. Oké, top. Nou, dan moet hij zo meteen, denk ik, over een paar kilometer al gaan afremmen om de wissel over te gaan. Zo. Heel grappig, heel gaaf. En ik zie dat wij... Ik zag al een geel sein, maar we mogen nog steeds doortoeren. Dus zolang het kan, dan doen we dat natuurlijk ook gewoon. En ik heb trouwens de vorige keer in de volgende update van de Zeeuwse lijn heeft Jerome zijn sporen. Ik dacht, als ik het goed gelezen had, had hij over heel de Zeeuwse of Zuidwest-Nederland lijn had hij het spoor vervangen door andere sporen. Dus ik ben heel benieuwd in de volgende update of beta versie dan wat ik als eerste ga hebben, zeg maar. Wat dat gaat worden. Daar ben ik super benieuwd naar. En als je mij vraagt van, goh, wat zou je nog graag willen aan de Zuidwest-Nederland-route? Kijk, dat is natuurlijk mijn favoriete route. Dat is sowieso het stoomtreingedeelte. Dat lijkt me echt gaaf. En ik denk ook dat dat echt best historisch en mooi kan zijn. Ik ben toch heel nieuwsgierig. Maar Breda, hè. Breda is een groot station. Het is heel erg uitgebreid. Het is groot. Dus ik denk wel dat je daar een heleboel mee kan. En dat lijkt me wel gaaf op zich. Nou, we rollen even lekker door met deze snelheid. 40 is wel heel, heel, heel erg traag natuurlijk. Ik hoop niet dat we... Kijk, dat gaat prima. Oh! Nee, dat gaat goed. ik dacht even van, misschien is het niet zo'n slim idee voor mij. Maar ik weet dat je dit stuk heel erg lang moet gaan uitrollen op 40. Terwijl dat helemaal niet zo, terwijl je er makkelijk, kijk, dit stuk kan je natuurlijk makkelijk sneller rijden. En dan gaan we zo meteen, gaan we nog die heuvel over en dan rijden we ook natuurlijk al heel erg af. Dus ik vind dit dan een goede manier van mezelf, moet ik zeggen. En het is ook niet tijdsgebonden, zie ik al. Gaan we hier weer een wisseltje over. Ja, oké. 40 is misschien wat overdreven, maar 60. Niks tegenover de... Ik bedoel het niet met de ding, want het zou het echt ook zo zijn. Maar ik vind het wel heel erg... een beetje te rustig, moet ik zeggen.
Nou, dan gaan we hier de heuvel over. De heuvel des heuvels, om maar even zo te zeggen. En dan gaan wij zo meteen die trein even aankoppelen. Zo. Kijk, en nou gaat natuurlijk het gas er ook al super snel van af, dus ik denk dat ik het goed heb. Ja, misschien een beetje slordig, maar het is wel... Ja, je hoeft niet in één keer af te remmen en al hier weer gas bij te geven en zo. Kijk, prima. Ik ben zo snel dat de overweg nog niet eens dicht is. Ja, en ik rij gewoon op de ATB. Ik rem en hij gaat niet verder af, dus... Ja, nu zal de snelheid... ja, nu kan ik er niet meer zo heel veel mee doen, maar... Ik moet zeggen, we rijden zo op een lekker tempootje Vlissingen binnen. Vlissingen Oost, excuseer. Zo. En ik irriteer me altijd in die 6400 mateloos aan dat getik. Tik, tik, tik. En ik weet niet wat het is. Dus mocht iemand weten wat dat getik is... Het zal wel een detail van iets zijn of zo, maar ik denk dat ik dat dan niet weet. Maar dat is alleen... En ik vind dit altijd net een vuvuzela. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar... Een toeter, weet je wel? Nou ja, prima. Even kijken, wij zijn nog niet afgeremd naar de 40, maar het gaat zo lekker. En ik denk als we zo meteen in de buurt zijn van onze trein, dan zitten we ook aardig op de snelheid. Dus het gaat goed zo. Zo. Even een mooi shot vanaf de afstand. Kijk, heel gaaf. En even kijken of wij al kunnen koekeloeren. Een mooie flyover. Ik moet zeggen, ik ben wel weer heel benieuwd wat Jerome allemaal nog van plan is met zijn lijn. Ben ik wel heel benieuwd. Oh, deze. Oh, dat is gaaf. En ik vind ook wel een heel mooi detail in het scenario trouwens. Oh, wacht even. Hier zit een koppelwagen. Ah, dus we moeten eerst de langs rijden voordat we hem kunnen aankoppelen. Ja, dat is wel... Ja, tuurlijk. Want volgens mij kan het ook niet anders. Maar... dan moeten we hem eigenlijk duwen, toch? Lijkt mij. Dan moeten we hem duwen naar... Even denken hoor. Nu duwen we hem... Ja, dan moeten we hem eigenlijk een soort... Oh ja, eerste stuk moeten we dan duwen, denk ik. En dan duwen we hem zo, draaien we hem om. En dan staan we goed en dan rijden we zo naar... Nou, we gaan het allemaal zien. Ik ga wel dingen in mijn hoofd voorspellen en misschien klopt de helft wel niet. Maar sowieso moeten we er eerst volgens mij gewoon langs rijden. Dan daar stoppen, dan gaan de wissels om. Dan duwen we hem weg en als we dan... Zeg maar het viaduct over zijn, dan kunnen we, zijn we ook gedraaid en dan kunnen we zo in één keer door. Denk ik dan hoor. En dan eindigt het scenario. Maar we gaan het zien. Het is sowieso een uitdagend scenario. En ik hou daar wel van, moet ik zeggen. Zo. Hoppakee, 40 kilometer per uur. Oké. En dan gaan wij... ik ben benieuwd hoe dit helemaal in zijn gang staat. En trouwens, de BR-185, die zou ook ergens hier iets moeten staan. Die heb ik alleen niet, dus die heb ik geskipt. Maar ik denk dat dit de 186 is. Oh, nee, hè? 185-607. Ik dacht dat ik die niet had, joh. Nou ja, misschien het zal wel aan mij liggen dan. Zo.
Natuurlijk rijden we eens achteruit, dus dat moet even zo. Zo. En ik vind wel een heel mooi detail. Ik had het volgens mij net niet gezegd dat die pantograaf ook echt naar beneden staan. En mocht je nou een scenario ooit maken, denken van, ja, hoe doen jullie dat nou eigenlijk, die pantografen naar beneden houden? Want als ik een trein neerzet, dan, ja, dat heb ik ook wel eens gevraagd en onderzocht. Als je in het scenario twee keer op de locomotief drukt, nou, dan zie je op een gegeven moment rechts een vinkje en dan maak je hem in principe defect. En dan, ja, dan lukt het je wel om het zo te doen. Zelfs ook nog een stuk 30 zie ik. Het zou ook wel gaaf zijn als je op een gegeven moment gewoon hier helemaal door kon rijden. Ik weet niet eens of dat kan. Op mij misschien wel zelfs. Helemaal doorrijden. En dan dat je zo weer op de rit, de rails terecht komt, zeg maar. Nou ja, we gaan het... Ik ga me niet te veel... Ja, ik ga het gewoon allemaal lekker zien. Ik weet dat we op dit stukje moeten stoppen. Zo. Nog eentje. Dan kunnen alle wissels omgelegd worden. Wat ziek idee. Dan zet ik deze alvast in zijn neutraal. Oké. En dan wisselen we even van cabine natuurlijk. Zo. Dan wisselen we deze even. Hoppakee, en dan zullen we denk ik nu een verdere instructie krijgen hoe en wat. Ik hou er wel van af en toe, moet ik zeggen. Eigenlijk moeten we gewoon één keer per maand. Oké, je gaat nu koppelen aan de achterkant van je lading. Koppel zeer rustig aan. Zo'n koppelwagen wordt erg fragiel als je daar hard tegenaan gaat rijden met een lok van 82 ton. Oké. Nou, gaan we wel doen. En goed dat je het even zegt in ieder geval, treindienstleider. Want ik moet zeggen, ik ben nogal iemand die er heel makkelijk hard tegenaan rijdt. Dus goed dat je nog even extra op gelet wordt. Zo. En ik moet even wat ik net zei. Ik vind eigenlijk dat we gewoon één keer per maand... Gewoon, eigenlijk gewoon een soort rangeerscenario moeten doen. Dat is wel leuk misschien. Nu is het ook, een maandje geleden ongeveer volgens mij. Nee, ja, zoiets. Dus wellicht wel leuk om een leuk iets echt lekker een beetje rangeren. Als er scenario's ervoor zijn, is het wel leuk natuurlijk. Zo. Ik ben echt een stuntelaar en maar koppelen, dat lukt me nog wel. Even kijken hoor, waar we echt... we kunnen nog even doorrijden. Ik denk als wij de achterste ding gepasseerd zijn, dan kunnen we wel een beetje op onze snelheid gaan letten. Zo. Zo, ja, heel... Ik ga het ook super voorzichtig doen, hoor. Oké. Ik wou zeggen, zie ik daar nou mensen? Maar ja, inderdaad, ik zie daar mensen, joh. Zo. Heel voorzichtig aankoppelen. Dan ben ik benieuwd wat die mensen er zo meteen nou op doen. Oh, huh?
Opeens sloep die mat naar voren. Nou ja, oké, prima. Misschien waren dat die mensen juist wel. Oké. Ik dacht dat ik er ietsje sneller tegenaan zou zitten, maar... Hoppakee. Oké, je zit vast en je zal nu naar achter je lading aan moeten rijden. Zodat je straks kunt keren op het hoofdspoor inderdaad om door te gaan naar Vlissingen. Ja, dat dacht ik al. Nou, perfect. Dan wil ik nog even een gaaf screenshot hebben zo. Even kijken zo. En zo meteen wellicht nog even eentje. Dat gaan we zo dan doen. Maar laten we eerst eens even deze trein wegduwen. Dat is wel heel apart moet ik zeggen hoor. Lijkt mij voor een gemiddelde treinmachinist ook wel bizar om je de trein weg te duwen. Ik ben trouwens heel benieuwd of dat zou lukken of ik nu ga switchen van cabine. Nee, dat gaat niet. Dat is jammer. Dan echt in die mat 64 kan zitten, zeg maar. Ah, dit is echt raar om achter... Om dit weg te duwen eigenlijk. Ja, dat is niet zo raar. Maar om dan hier ook in de lok te zitten. Nou ja, op zich. Ik vind het gaaf. Ik moet zeggen, een leuk scenario. Maar complimenten ervoor. Ik hou sowieso altijd wel van dit soort scenario's. Een beetje slepen en wegbrengen en... Oké, top. Hoop gepiep en een hoop gekraak. En een hoop wind hoor ik ook nog op de achtergrond zelfs. Prima. Ga ik een beetje op de ATB-grens rijden, want anders duurt het wel heel erg lang. En een beetje dacht ik dat de grens echt was. Zo. Ik vind een screenshot altijd wel echt gaaf om zoiets dan weer te maken. Ik weet niet wat dat is, maar... Zo. En dan gaan we het tempoetje er een beetje bij doen. Nou, ik ben benieuwd. Volgens mij is er namelijk nog maar één mat 64 in Nederland. En die staat in het Spoorwegmuseum. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het daarmee gaat. Ze zullen waarschijnlijk wel een opknapbeurt gegeven hebben. En dan denk ik, nou hè, hebben we er nog in ieder geval eentje. Oh, ik schrok eventjes, maar er komt hier een autotrein gepasseerd. Wat, ziek idee. Hallo. Hallo collega. Dan heb je weer een hoop auto's mee. Kijk hoor, eventjes hier bij de spoorwegovergang nog iets gaaf screenshot maken. Zo. Oh, dat is ook wel gaaf, moet ik zeggen. Af en toe is even zoiets. Een beetje zoomen vanaf een afstand. Even kijken hoor. Hoe dat er zo uit gaat zien. Even kijken, zo. Ja, dit ziet er gaaf uit toch, jongens? Nou ja. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
tempootje er een beetje op. En dan gaat zo meteen op zich wel raar worden natuurlijk. Als we die heuvel overgaan, dan gaat die trein eerst. Dus in principe heeft deze trein het dan, ja, moet eerder gas bijgeven. Dat is apart. Zo. Dat zal zo meteen zijn. En dan gaan we een stukje keren. En dan gaan we in één keer, hoppakee, naar Vlissingen toe. En voor de mensen die het zich afvragen, Train Simulator World, Victor, wat vind je daar nou van? Nou, als je het echt wil weten... Ik vind het grappig, moet ik zeggen. Ik vind het leuk. Alleen mijn computer heeft er moeite mee. Ik heb het nooit verwacht. Oh. Ik heb een rood sein waar ik volgens mij nu doorheen rijd. Dat lijkt me een bug seintje, maar... Kan gebeuren, maar... Ik ga eventjes heel snel koekeloeren. Ja, dan maar weg met dat zoomen hoor. Hoppakee. Even kijken. Lijkt mij gewoon dat wij hier inderdaad langs kunnen. Want het is ook wel een aardig moeilijk scenario gelijk. Ik hoop ook dat we hier in één keer doorheen kunnen. Zo. Ja, en is een aflevering waar ik eventjes iets minder te vertellen heb. Ik denk, ja, ik weet niet. Soms heb je dat wel eens en is het ook wel eens lekker om gewoon even lekker op de rit te focussen. Niet te veel commentaar erbij en ja. Komt mede ook dankzij dat ik nog wel steeds last heb van mijn keel. De ene dag is het beter, de andere dag is het weer rot. Dus ja, ik moet echt nog eens een keer naar de dokter. Maar iedere keer denk ik, ja, volgens mij ben ik er vanaf. Ik denk dat meer mensen daar wel eens last van hebben. Die denken van, nou ja, hè. Ben ik naar de dokter en dan ben je bij de dokter en dan is het weer minder. Ik ben heel benieuwd of meer mensen daar last van hebben. Ik vraag me eigenlijk af. Oh, hier moet ik even gas bijgeven. Ik ga het zo zeggen hoor, wat ik me afvraag. Hoppakee. Kijk eens aan. Even kijken zo. Dan kan ik misschien nog even lekker op de grens van de ATB gaan werken zo. Kijk, dat bedoel ik. Lekker op de grens van de ATB werken. Nee, wat mij opvalt is, wat zijn dit eigenlijk voor knoppen, jongens? Hier. Want ik zit net hier te kijken. Hier zitten ze namelijk niet achter de stoel. Nee. Nee. Wat zijn dat voor knoppen, jongens? Ik ben heel benieuwd. En als ik net daar ga zitten, zullen ze dan ook nog zitten? Oh, je ziet... Oh, nee. Ze zitten er wel, joh. Wat zijn dat voor knoppen? Nou, mocht je weten wat voor knoppen zijn... Het lijkt me iets voor het raam of zo. Denk je niet? Ik ben heel benieuwd. Tappen of we niet toevallig een rood sein hebben, dat ze ook weer zoiets zijn. Ook nog even extra op de kaart kijken. Op de kaart, op de kaart, op de kaart, op de kaart. Ik denk dat het wel reden klopt. Misschien dat we nog een... Oh, wacht even. Wacht even. Ja, zie je wel. Zie je wel. Zie je wel. Er komt hier nog gewoon een trein langs. Inderdaad, de naaien, toch even goed dat ik het checkte. Ik had al zo'n vermoedertje. Nou, het gaat nog goed. Dit sein staat op rood. Maar wellicht dat hij zo meteen... Ah, het is nog de naaien. Ik ga toch even in de gaten houden. Nee, dan moeten we... Ik denk dat we toch eventjes... Juist rustig aan moeten doen. Even echt helemaal afremmen. Kijk, daar komt hij. Zie je? Ik was er bijna ingetrapt, jongens. En echt waar.
ik had al zo'n vermoeden dat er een allertje onder dit glas zou zitten. En dat zit het ook. Perfect. Nou. Nou, ik ben benieuwd. Ietsjes voorbij de wissel, maar dat zal geen hele erge ramp zijn. Nou, dan ben ik benieuwd of wij nu door mogen gaan. Of was de remmen er in ieder geval af. Nou. Ik ben heel benieuwd. Misschien komt er nog wel een trein aan zo meteen. Jullie weten het niet. Kunnen we hier de hele tijd staan wachten natuurlijk. Dat is ook wel weer bijzonder op zich. En ik moet zeggen, ik ben wel een aardig fan geworden van dat zoomen. Zoom, zoom. Even kijken hoor. Zo. Dit is wel gaaf, hè, jongens. Vinden jullie niet? En dan zo. Ja, het is nog steeds rood hoor, jongens. Vandaag is rood de kleur van het sein. Nou, kom op. Of zou dit een bug zijn verder zijn? Ik ben heel benieuwd. Ik ga even koekeloeren, want ik denk... Nou, nu moeten we er toch wel langs mogen. Hij geeft sowieso geen deny meer aan. En die gaat nu op een... Ja, nee, dat moet kunnen, denk ik, hoor. Dat moet gewoon kloppen. Nou, een klein bugseintje dan, oké. Deny it hebben we niet meer, dus ik denk dat we gewoon het lekker moeten proberen. En als het niet zo is... Even kijken, hoor. Dan save ik het scenario hier even. En dan kunnen we altijd nog het gedeelte overnieuw doen, natuurlijk. Altijd een handige tip. Zo. En dan gaan we weer. Toch wel raar hoor, dat stukje nog achteruit blijven rijden, moet ik zeggen. Nou ja, eigenlijk vooruit natuurlijk, maar ja, je snapt wat ik bedoel. In principe ook zo weer achteruit. En ik ben benieuwd of ik nou ook... Ja, ik kan gewoon in het passagierszicht zitten. Dat is wel... Dat is leuk. Zo. Ja, in principe, ja... Een groot deel daar had ook geen bovenleiding, hè, van die mat. Dus ja, ik snap het wel dat het... Nou goed. Die gaat over alle wissels en seinen heen. En dan gaan we gelijk maar eens afremmen, denk ik. Oké. Kunnen de wissels omgelegd worden, zo. Hoppakee. En dan gaan wij van kant wisselen. Hoppakee. Zo. Die naar voren. En dan denk ik dat wij in principe al door kunnen gaan. Of niet soms. Nou, kom op. Mogen wij? Mogen we? Mogen we? Draai je nu om. En je mag vooruit op naar Vlissingen. Moet ik het nog een keer omdraaien? Nou ja. Oké, prima. Dan gaan wij dat doen. Nee. Zo moet hij zijn. Ah, dit ziet er wel gaaf uit, moet ik zeggen, hoor. Gaaf. Ja, ik wil toch nog wat meer proberen, hoor, ermee. Even nog eentje. Hij zit er nog niet helemaal bij welke keer gedacht heb. Even kijken, zo. En dan, had ik idee. Kijk, en zo had ik hem in gedachten.
Dan hem er helemaal op. Ja, ja, ja. Nee, ik neem jullie helemaal mee op het avontuur, hoor. Nou, prima. Mijn mening over Train Simulator World. Ik wil het binnenkort doen, alleen... Het wil ik nu nog niet, op een of andere vage manier. Dus ja, mijn computer heeft nogal moeite mee om het te trekken. En ja, ik hoop dat ik het binnenkort alsnog kan doen, dat het misschien een fix wordt. Maar de FPS waren ook viel ik aardig tegen, hoor. Was maar echt maar, ik had 11 FPS of zo. Dus ik weet niet of het aan mijn computer ligt of aan de game, maar ja, dat is nog niet veel soeps natuurlijk. Dan komen wij hier voorbij gescheurd. Voorbij station Arnhem-Muiden. Hoppakee. 100 kilometer. De voorbij. Mooie snelheid. En dan natuurlijk zijn nog Middelburg, Vlissingen-Soeburg. En dan eindpunt Vlissingen. Dus rangeerspoor 3. Ik ben benieuwd of we thuis ook nog moeten afkoppelen. Stop het Vlissingen-rangeur. Drop off. Ja, oké. Dan moeten we nog... Volgens mij wel. Voor mij moeten we nog afkoppelen. Nou, we rijden alweer bijna op de max. 120 kan die, dacht ik. En dat gaan wij ook wel halen. En wat ik net al zei. Kijk, we kunnen ook gewoon aan de binnenkant zitten. En gelijk een stukje rustiger. Grappig, hè? Ja, vind ik ook. En als die ATP nog niet afgaat, dan blijven we ook lekker deze snelheid houden, hoor. Dat gaat lekker zo. Zo. Bovenleidingen naar beneden. Nou, we hebben geen bovenleiding, dus dat scheelt. En ze mogen hier weer naar boven. Bovenleiding. Anders is het ook een onderleiding, als die van onder zou zijn. Even kijken, we moeten afremmen naar de 80. Dus dan gaan we dat natuurlijk op mijn manier ook doen. We hebben toch geen rood sein, dus we kunnen hem zo mooi skippen. Nou ja, we hebben geen rood sein, dus we hoeven hem ook niet te skippen. Maar we kunnen zo lekker op deze snelheid door blijven toeren. Zo. Kijk, en dan komen wij hier voorbij station Middelburg. En dan kunnen wij zo meteen onze snelheid ook weer gelijk verder oppakken. Naar de 110 en dan zo meteen 130. En dan komen wij langs Vlissingen-Soeburg. Hartstikke idee. En gelijk weer gas bijgeven. Ja, ik weet niet of het... Nee, het is niet tijdsgebonden. Maar anders had ik wel een hele berg tijd uit kunnen rijden. Zo. Oké, perfect. We hebben hier nog een mooie knopjes trouwens. Werkt daar nog iets van? Daar ben ik heel benieuwd naar. Radio, in, uit. Wat is dit? Dat is een knopje. Ah, maar meestal als ik aan de knopjes ga friemelen, dan... dan gaat het niet goed komen, jongens. Ja, dit meeste kan allemaal niet, kunnen we allemaal niet zoveel mee. Wat is dit? Parkeerrem. Parking brake. Oh, die zit er ook op, joh. Prima. Nou, wij gaan lekker door. Vlissingen-Soeburg. En ja, ik heb dat verhaal wel eens verteld volgens mij. Dat ik op een gegeven moment had ik ergens een afspraak. Maar voor de nieuwe kijkers, ik zal het verhaal gewoon nog een keertje vertellen. Ik weet het ook niet eens meer zeker of ik het ooit verteld heb. Ik heb zoveel verteld in alle afleveringen.
Ja. Even kijken hoor. Nou, dat zat namelijk zo. Ik denk dat ik even van sporen moet gaan wisselen. Ik denk dat ik even wel nu even naar de 40 toe moet. In ieder geval, ik moest bij een afspraak zijn. En als ik bij Vlissingen Soepburg zou uitstappen, dan de bus nemen, zou het allemaal goed zijn. Nou, mijn batterij, nee, die was nog vol. Ik stond op dat busstation en er reden gewoon geen bussen. Ja, nou, daar sta je dan. Als, was ik 16, 17 of zo? Ventje, ja, nou, hè? En het was, dat was geen spannend iets, het was geen date of iets. Nee, het was een vergadering voor een radio. En, ja, daar stond je dan. Nou, ik kwam natuurlijk te laat. En heel de vergadering was al bezig, kom ik nog aandruppelen. Maar gelukkig had ik iemand die ik kende in Vlissingen wonen met vervoer. En die heeft mij toch eventjes heen en weer gebracht. Dus nou, hartstikke bedankt. En was iedereen maar zo aardig? Ik vind het heel raar, want ik zag toch net duidelijk op de dingen staan dat we 40 moesten. Maar waarschijnlijk vanaf dit sein en dan dat we zo meteen een wisseltje over moeten. Ah ja, vanaf hier. Perfect. En dan denk ik, rangeerspoor 3, dat is toch rechts, dacht ik altijd. Even kijken hoor. Even gluren. Ja, rangeerspoor. Ja, oké, dat is rechts. Prima. En dan zullen we dan waarschijnlijk zo naar voren moeten of zo. Ik weet het niet. Keerpunt. Dat zie je. En dan naar rangeerspoor 4. Oké, ik snap hem. Perfect. Goede instructie. Zo. Eentje naar rechts, denk ik nu. Juist. En dan zometeen nog eentje naar rechts, dacht ik. Ja, ik ben benieuwd trouwens of er... want bijvoorbeeld naar richting Terneuzen en zo, daar heb je geen treinverkeer. Maar het zou natuurlijk wel gaaf zijn als het ooit, hè, als Zeeland ook gaat aantrekken met mensen en bevolking. Dat je gewoon de trein kan pakken naar Terneuzen. Vanaf Vlissingen bijvoorbeeld. Ja, je breidt het hier een beetje uit. Want het is gewoon een verlaten stuk, ja, hè. Nou, hou deze troep hier weg. En, het zou wel iets moois zijn in principe. Dat je gewoon hier nog een heel stuk erbij hebt. En dat je dan zo, woep, met de trein naar Terneuzen zou kunnen. Zou heel gaaf zijn. Ik denk dat het wel een, geen miljoenenproject, maar een miljardenproject. Dan moet je natuurlijk een hele brug gaan bouwen naar Terneuzen. Ja, ik weet niet of ProRail dat ooit gaat doen, maar we gaan het zien. Zo, dan gaan we hier de trein neerzetten. Kijken of ik niet te vroeg ben. Denk het niet. Ah, moet hij kunnen, denk ik. Even kijken, zo. Ja, compleet. Oké, netjes, die lading staat nu op zijn plek. Nu ga je alleen je trein nog even wegzetten en dan kun je een kopje koffie gaan pakken. Kijk, nou, dat klinkt als muziek in de oren. Ik denk dat er ook echt op die... in die treinkantine is ook heel wat litertjes koffie op een dag doorheen gaan. Vooral in de ochtend- en avonduren, denk ik. Zo. Gaat die Vermi nou net rijden? Dat is wel grappig, ja. Oké. Gaan wij hem hier op het spoor ernaast zetten.
Waarom gaat die trein nou een stukje naar voren rijden en dan de mensen instappen? Volgens mij zijn wij ietsjes te vroeg voor het scenario. Even omdraaien, zo. Oké, perfect. Perfect, zo. Richtingsschakelaar naar voren. Heb ik die dingen nou goed? Ah, ik heb hem gewoon niet gehaald! Omdat ik per ongeluk ietsjes er aan het rijden was. Ah, oh, dit is echt vreselijk. Nou ja, hartstikke idee. Spoortje naar links pakken. Even nog even gassen. En dan zetten we onze trein. Nou, heel jammer in ieder geval. Maar ja, het zij zo. Jammer. Moeten we het misschien ooit nog eens een keertje overnieuw doen. Dat zou ook wel gaaf zijn. Nou, bij deze wil ik Jerome Vet ofwel Leonard bedanken voor jouw super geweldige scenario. En route uiteraard. En wil ik jou bedanken voor het kijken. Voor deze aflevering van Trade Simulator. Hopelijk zie ik je de volgende keer ook weer. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.